Dit is een korte uitzending van Beit Ahavat Torah. Het Nieuwe Testament weet dat ook. Er staat een vermaning in de Hebreeënbrief. Vergeet de gastvrijheid niet. Want daardoor hebben sommigen onder u, zonder het te weten, engelen gehuisvest. Boodschappers. Mensen die iets bijzonders gedaan hebben. Ik was een klein jongetje uit een zwart gezin in Amerika. En die ouders die waren verslaafd geraakt en die waren uit het zicht verdwenen. Dat jongetje van een jaar of 9, dat scharrelde daar maar rond. En toen was er een gezin dat zich over hem begon te ontfermen. Ze gaven hem af en toe wat geld en voedsel. Ze gaven hem een slaapplaats als hij dat nodig had. En gaandeweg werd dat jongetje deel van dat gezin. Dat gezin heette Karnowski, Russische Joden. En dat jongetje groeide daarop en werd eigenlijk gewoon één met dat gezin. Werd een zoon van dat gezin. En op een goede dag kwam er een tweedehands wagentje langs. Ik kan me dat niet zo goed voorstellen, maar dat gebeurde blijkbaar. En daarop lag een trompet. En het jongetje zei, ah, die trompet, wat mooi is dat. Toen hebben die ouders dat naar een goede Joodse gewoonte. Ik weet niet of u dat weet, maar Joodse ouders kopen voor hun zoon het eerste muziekinstrument. Als hij klarinet speelt, een klarinet. Als hij gitaar speelt, een gitaar enzovoort. En zo hebben ze hem ook behandeld. En ze gaven hem uiteindelijk die trompet. $2 kostte dat in die tijd. Praat over de jaren 20. Die man werd een van de meest beroemde trompetisten die Amerika ook ooit gehad heeft. Ooit gehoord van Louis Armstrong? U luistert naar een uitzending van Beit Ahavat HaTorah. Heel hartelijk dank voor de uitnodiging. Sinds 2 jaar ben ik met Emeritaten woon ik in Annapolona. En het was mij een groot genoegen om vandaag in uw midden te mogen zijn. In de eerste plaats, het is ook mij niet ontgaan dat het Vaderdag is. Wat een heerlijkheid dat we straks een tractatie krijgen. Gebeurt dat dan ook op Moederdag voor de moeders? Ja, anders zou ik het heel oneerlijk vinden. Soms zijn er teksten waar het in de vertaling een beetje misgaat. Dan missen we de punt. Ik lees u een tekst voor hier. Daar staat: om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk geslacht in de hemelen en op de aarde genoemd wordt. Naar wie elk geslacht in de hemelen en op aarde genoemd wordt. Dan denk ik hetzelfde wat u denkt, het zal wel. En weet u wat nou zo leuk is? Daar staat: naar wie elk vaderschap in de hemelen genoemd wordt. Dat is mooi. Dat betekent dat het vaderschap van jullie vaders rechtstreeks verbonden is met het vaderschap dat we aan God toeschrijven. Omdat Hij Vader is, mogen en kunnen wij het zijn. Voor zover Hij ons die kracht geeft en dat vermogen geeft, mogen we vader zijn. Vaderschap is naar Hem genoemd, draagt Zijn naam. Dus wij nemen straks in alle nederigheid dat presentje aan voor Vaderdag, in het besef dat we het altijd beter gekund had. Dat we misschien nog wel meer hadden kunnen doen. Maar alles wat we gedaan hebben, hoe we geweest zijn als vader, hebben we aan onze Vader in de hemel te danken. En dan ga ik niet zeggen wat sommigen van u denken. Nou, dan moet je met je klachten ook maar daar wezen. Dat is niet de bedoeling. Zo werkt het niet. We zijn er zelf verantwoordelijk voor. Maar we krijgen dat bijzondere stempel mee van God in de hemel die zegt: ik wil dat jij vader bent zoals ik het ben. Op Moederdag heb ik het wel eens gedurfd om God moeder te noemen. Als u dat niet heel erg vindt. Want zo geldt het ook. Ook van moeders geldt dat. Het is geen Moederdag vandaag, maar ik geef u die vermaning graag mee. Dat ook moeders hun moederschap te danken hebben aan een God die moederlijk met zijn schepping wil omgaan. Om deze reden buig ik mijn knieën voor de Vader van onze Heer Jezus Christus, naar wie elk vaderschap, naar wie elke vader in de hemelen en op de aarde genoemd wordt, opdat Hij u geeft met kracht gesterkt te worden door zijn
geest. U luistert naar een uitzending van Beit Ahavat HaTorah. Zusters en broeders, gemeente van onze Heer Jezus Christus. God maakt een nieuw begin. Daar draait het om in de Genesis. Een wereld die helemaal instort, immoreel wordt, waar geweld dagelijks een normale praktijk is. Daarin maakt God een nieuw begin. En dat doet hij niet met sociale hervormingen, dat doet hij niet door een nieuwe heerser aan te stellen in Babel. Dat doet hij niet op politieke wijze. Dat doet hij door iemand uit dat grote geheel aan te raken, te roepen en te zeggen, ga weg, ga hieruit weg. Zo begint het verhaal van Abraham in Genesis 12. De Heere sprak tot Abraham en zei, gij ga uit bij jezelf weg. En ga uit je familie weg, in je land weg, in je gezin weg. Laat alles achter je wat vanzelfsprekend is. Want die vanzelfsprekendheid, dat is geweld en onderdrukking, dat is onverschilligheid, dat is gebrek aan liefde voor de naaste. Daaruit moet je weg. Valt niet te verbeteren of te verhelpen. Babel, waar hij uit weg moet trekken, is hopeloos. Terach, die snapt dat, dat is de vader van Abraham, die snapt dat. Die gaat ook alvast onderweg, belast met spijt en met rouw, onze zoon die overleden is. Misschien wel overleden is aan geweld in Babel. Babel was niet vriendelijk voor vreemde volkeren. En Terach en zijn familie waren niet een deel van die samenleving van Babel. Nahor heeft misschien kleine kinderen gehad, de broer van Abraham, die is gebleven. Maar die heeft het daar ook niet naar zijn zin gehad. Abraham trekt met Terach eerst weg. En dan komen ze bij Haran en dan stort vader Terach in. Daarom noemt hij die stad ook zo. Dat was zijn overleden zoon. Vol van rouw, vol van verdriet, gaat hij niet die laatste paar kilometers nog afleggen. Hij blijft steken in Haran. De stad van zijn rouw, van zijn verdriet, daar blijft hij en daar sterft hij. Dat is geen nieuw begin. Dat is de daad van wanhoop die mensen hebben die vluchten uit een systeem dat ze knecht en onderdrukt, dat alleen maar hun dood en hun ondergang op het oog heeft. Dat is de daad van wanhoop. Terach vlucht als een vluchteling weg. Maar God draait dat om. God maakt daarmee een nieuw begin. Met dat sterretje vluchtelingen die langs die rivier, de Eufraat, richting het beloofde land trekken. Hij maakt een nieuw begin, niet met Terach. Terach overlijdt aan het oude en Abraham begint het nieuwe. Maar dan moet hij wel definitief en volledig en 100% en radicaal wegtrekken. Dat is nogal wat. Stelt u zich dat maar even voor. U gaat niet alleen maar Nederland uit, maar u neemt ook afstand van heel uw familie. En dan gaat u ook nog eens een keer bij uw gezin weg. Dat wil zeggen bij de broers en zusters en uw ouders. U gaat helemaal weg. En u verbreekt alle banden met ze. Het is niet zo dat je gezellig naar Canada emigreert en dan nog contact houdt. Nee, je verbreekt alle banden. Ja, en dan is er nog een vierde, veel lastiger. Je neemt afstand van al je oude ideeën, gedachten, emoties, voorkeuren. Alles wat je in het verleden had, geef je op. Jij moet wegtrekken. Het wonder is niet dat God het vraagt. Het systeem is dood. Je wordt erdoor bepaald. Het is een en al geweld en onrecht. Dat kun je niet zomaar even bijwerken. Babel is niet te redden. Net zo min als Sodom te redden blijkt te zijn. Maar jij bent te redden. God heeft jou op het oog, wil jou op een ander spoor brengen, op een andere weg zetten. Maar dat begint met pijn. Dat begint met wegtrekken. Jezelf prijsgeven. Dat je allemaal aan gedachten en ideeën had. Over hoe de wereld in elkaar stak en hoe belangrijk jij was. En dat alles om jou draaide. Beetje zo'n natuurlijk idee van ja, als ik niet voor mezelf zorg, wie dan wel?
Eigen belang staat voorop. Dat is de natuurlijke mens, zou Paulus dan misschien zeggen. Zo zijn we van nature. Ja, niet zo zijn, we zijn zo niet geboren, maar zo worden we gemaakt door de cultuur waarin we leven, door die samenleving waarin we zitten. Kan toch niet anders? Je eigen belang voorop. Bij een conflict tussen jou en je buurman kies je toch voor jezelf. En als iemand jouw rechter schaadt, dan sleep je hem toch voor de rechter. Allemaal vanzelfsprekende zaken. Recht en macht en gezag en eigenbelang. Het is allemaal normaal. En dan komt er een God die net als tegen Abraham, tegen u vandaag en tegen mij vandaag zegt. Daar moet je uit wegtrekken. Want dat brengt uiteindelijk geen zegen. Er rust geen heil op. Je moet anders in de wereld gaan staan. En dan, en alleen dan, kun jij zelf een zegen zijn. Dat is de belofte die Abraham krijgt. Als je dat nou doet, als je wegtrekt uit dat alles, ja, dan kan ik jou tot een grote natie maken. Dan is jouw leven vruchtbaar. Dan volgt daar iets uit. Dan rust daar een zegen op. Ja, weet je, dan zal ik zelfs door jou heen alle volkeren van de aarde zegenen. Iedereen zal er baat bij hebben. Het begint bij u die daar zit. Het begint bij Abraham in dat gezin. En het begint met die pijnlijke opdracht. Laat nou eens alles los wat voor jou vanzelfsprekend is. Ach, we hoeven niet Nederland uit. Zo letterlijk als bij Abraham hoeft het niet. Maar dat je in ieder geval niet nationalist bent. Je hoeft niet je familie te verloochenen en afstand ervan te nemen. Als je maar niet denkt, alleen mensen die lijken op mijn familie zijn de moeite waard. Alle anderen af. En je moet uit je gezin weg, dat je niet denkt, de enige voor wie ik zorgen wil, dat zijn mijn broers en mijn zussen, misschien nog een beetje mijn neven en mijn nichten, maar dan houdt het op. En je moet zelfs weg, uiteindelijk uit je gezin en uit jezelf. Anders gaan denken, anders in het leven gaan staan. Weet u waar u dat oefent? Weet u waar u de gelegenheid krijgt om daarover na te denken, als het goed is? Weet u hoe u het voor elkaar krijgt om dat te doen? Hier. Als u samen zingt en samen het woord van God overweegt. Dit is de plek, de oefenplek. De Abrahamsplek. De plek van de uittocht. Hier bent u uit die wereld gekomen. U bent uitgetrokken uit die wereld. U hebt al even land en familie en gezin achtergelaten om hier te zijn. En wat een zegen is het dat u dan met uw gezin hier kan zijn. Maar dat uittrekken gebeurt op het moment dat u daar door die deuren heen stapt. Als u door die deuren heen stapt en hier binnenkomt, legt u een Abrahams belofte af. Ja, heren, ik ga op uw weg. Als de weg van de wereld voor u het belangrijkste was geweest, dan was u wel thuis gebleven. Als u hier bent, dan kiest u voor die weg van Abraham. Nou, wat voor weg is dat? Zo kronkelweg, bij Abraham niet minder dan bij ons, want u kent die geschiedenissen allemaal wel. Als u zondagsschool gehad hebt of kindernevendienst. Abraham moet een zegen zijn voor alle geslachten van de aarde. Nou, dat is hij niet in Egypte. Door zijn leugen tegenover de farao krijgt hij allerlei plagen te verduren. En dat gaat ook mis, zelfs met zijn eigen neef, met Lot. Ze moeten van elkaar scheiden. Lot wordt gevangen genomen, geroofd, tot slaaf gemaakt. En dan is Abraham ineens een krijgsheer die achter de vijand aangaat om Lot te bevrijden. Veldtocht van Abraham, wie had dat gedacht? En zo gaat het door. In het hoofdstuk net hiervoor, in hoofdstuk 17... gebeurt er iets bijzonders met Abraham. Abraham krijgt de opdracht om zichzelf en alle mannelijke leden van zijn familie te besnijden. Teken van het verbond. Teken van apart gezet zijn op een andere weg, op een nieuwe weg. Heeft Abraham dat verdiend? Is hij een geweldig mens? Zijn wij die geweldige mensen die hier als een soort elite in deze elitaire ruimte terechtkomen om te proclameren dat wij beter zijn dan iedereen? Of zeggen we hier gewoon in alle eenvoud,
dat we net als Abraham een opdracht hebben gekregen. Tot zegen te zijn voor anderen. Dit is Beit Ahavat Torah. Eindelijk, in Genesis 18, blijkt dat Abraham iets begrepen heeft van die nieuwe weg. Het is zo simpel wat hij hier doet. En het is zo bijzonder wat hij hier doet. Sodom is vlakbij, Lot woont daar zelfs. En Abraham is in staat om gastvrij te zijn boven alle redelijke maten uit. Hij is net besneden, 3 dagen geleden, zegt de Joodse traditie. Het is 3 dagen geleden. Dus hij krimpt van de pijn. Als je dit verhaal voorleest aan mannen, krimpen die een beetje mee. Dat voel je mee. 3 dagen. En wat doet Abraham? Nou, hij heeft het volste recht om op bed te gaan liggen en te zeggen, ik wil nu even niets horen. Ik wil even nergens wat mee te maken hebben. Ik moet herstellen. Dat duurt zeker nog wel een week of 2, 3 zelfs. Maar wat doet Abraham? Die gaat op het heetst van de dag, 12 uur, zon recht boven hem, geen schaduw. En gaat aan de ingang van de tent zitten. Wanneer doe je dat? Als je misschien denkt dat er reizigers onderweg zijn. Als je denkt dat er een noodzaak is om anderen bij te staan, anderen te helpen. Ja, normaal is er niemand die op dat tijdstip rondloopt. Veel te heet. Maar Abraham denkt, het zou toch iemand kunnen zijn. En dan gaat hij langs deze tent en dan heb ik geen gelegenheid om gastvrij te zijn. Abraham wil eigenlijk heel graag gastvrij zijn. Hij doet er alles aan. Het is een mooi verhaal in de Joodse traditie dat hij eerst zijn knecht Eliezer erop uitstuurt. Om mensen te vinden voor wie hij dan zorgen mag. En Eliezer komt terug en die zegt, ja, er is niemand. Logisch ook, het is veel te heet. Natuurlijk, er is niemand. Maar Abraham houdt vol, die blijft daar zitten. En die kijkt in de verte of hij iemand ziet. En zo waar, hij ziet daar die 3 mannen lopen in de verte. Er is een ontmoeting. Er is een welkom. Er is een aanbod van gastvrijheid. Het gaat alle maten te boven. Hij had kunnen zeggen, nou, wilt u een slokje water en dan mag u weer verder. Hij had kunnen zeggen, nou, ik heb hier nog wat brood liggen, neem dat mee voor onderweg. Dat was de normale maat geweest. Heel eerlijk gezegd, dat is de manier waarop ik het zou doen. Misschien dat u het anders doet, maar ik zou niet meer weten dan dat. Dat is toch al genoeg? Is toch al genoeg als iemand moe en een beetje verontrust voor je staat, dat je hem als een kop koffie geeft en een gesprekje aangaat. Niet te lang, want je hebt dan wel andere bezigheden. Dat is onze maat. Abraham heeft een hele andere maat. Kom toch hier, ga onder die boom zitten. Had hij zelf kunnen zitten, had hij ook schaduw gehad. Had hij onder die boom zitten, hebt u wat schaduw en wilt u wat eten, dan weet je wat, ik zal voor u een maaltijd maken. En wat is die maaltijd? Dat is het beste van zijn meel. Hij schakelt Sarah in, die moet meteen gastvrouw worden. Abraham wil geen nee van haar horen. En zijn knecht mag het vlees bereiden. Ze krijgen een gigantische maaltijd. Volle inzet van Abraham om gastvrij te zijn. Ik weet niet hoeveel malen ik dat hoofdstuk, dit gedeelte, zomaar heb overgeslagen. Het is toch veel belangrijker dat die mannen engelen blijken te zijn en dat ze
de geboorte van Isaac aankondigen. Dat is toch spannend. Maar dit hele stuk over Abrahams gastvrijheid, ach, wat doet het ertoe? Laat hem dat maar doen. Dat was misschien zijn gewoonte. Misschien deden ze dat zo in het Verre Oosten een hele lange tijd geleden. Maar er is geen verhaal in de Bijbel dat niet diepere zin heeft. Er is zeker geen simpel oppervlakkig verhaal dat geen diepere zin heeft. Want het hoofdstuk begon, dat hebt u onze lector horen zeggen, en de Heere verscheen aan Abraham. Toen hij zat in de bossen van Mamre. De Heere verscheen. Deze aanleiding van gastvrijheid is niet zomaar een incident onderweg. Het is een daad van de Heere zelf. Hij blijkt het ook te zijn. Een van de drie mannen zegt ook later tegen Sara, er staat er in de tekst, de Heere zei tegen Sara. Hij is het zelf. Ze zijn stemdragers van God zelf. Het Nieuwe Testament weet dat ook. Er staat een vermaning in de Hebreeënbrief. Vergeet de gastvrijheid niet. Want daardoor hebben sommigen onder u, zonder het te weten, engelen gehuisvest. Boodschappers. Mensen die iets bijzonders gedaan hebben. Er was een klein jongetje uit een zwart gezin in Amerika. En die ouders die waren verslaafd geraakt en die waren uit het zicht verdwenen. Dat jongetje van een jaar of 9, dat scharrelde daar maar rond. En toen was er een gezin dat zich over hem begon te ontfermen. Ze gaven hem af en toe wat geld en voedsel. Ze gaven hem een slaapplaats als hij dat nodig had. En gaandeweg werd dat jongetje deel van dat gezin. Dat gezin heette Karnowski, Russische Joden. En dat jongetje groeide daarop en werd eigenlijk gewoon één met dat gezin. Werd een zoon van dat gezin. En op een goede dag kwam er een tweedehands wagentje langs. Ik kan me dat niet zo goed voorstellen, maar dat gebeurde blijkbaar. En daarop lag een trompet. En het jongetje zei, ah, die trompet, wat mooi is dat. Toen hebben die ouders dat naar een goede Joodse gewoonte. Ik weet niet of u dat weet, maar Joodse ouders kopen voor hun zoon het eerste muziekinstrument. Als hij klarinet speelt, een klarinet. Als hij gitaar speelt, een gitaar enzovoort. En zo hebben ze hem ook behandeld. En ze gaven hem uiteindelijk die trompet. $2 kostte dat in die tijd. Praat over de jaren 20. Die man werd een van de meest beroemde trompetisten die Amerika ook ooit gehad heeft. Ooit gehoord van Louis Armstrong? Wist u dat hij Jiddisch sprak? En dat hij zichzelf eigenlijk beschouwde als een Jood? Dat is wat gastvrijheid doet. De gastvrijheid waarmee hij werd ontvangen maakte hem tot Louis Armstrong. Je moet er niet aan denken wat er voor hem terecht was gekomen zonder die gastvrijheid. Vergeet de gastvrijheid niet. Want daardoor hebben sommigen van u, zonder het te weten, een engel gehuisvest. Iemand met een opdracht, met een taak in deze wereld, die het zonder u niet gered zou hebben. Dan is de moeite waard om een trompet te kopen voor een jongetje van 9. Dan is de moeite waard om, zoals Abraham doet, alles op alles te zetten om deze gasten te geven wat ze nodig hebben. Dat is de volgorde in de Bijbel. Eerst zorgen we voor het nodige. Voor het brood nodige. En als dat er is, willen we wel luisteren naar aankondigingen over de geboorte van een beloofde zoon. Prachtig. Het tweede gedeelte in het hoofdstuk. We beginnen hiermee. Daarom zeggen die drie mannen tegen Abraham, ja, doe maar. Laat maar zien wie je bent. Laat maar zien wat je geleerd hebt door weg te trekken uit je land, uit je familie. Uit je gezin, ja uit jezelf. Laat maar zien dat je jezelf kunt wegcijferen. En dat je op een andere manier in deze wereld staat. Ja, laat het maar zien, zeggen de mannen tegen Abraham. En Abraham laat het zien, hij spant alles ervoor in
Sarah moet eraan geloven en zijn knecht moet eraan geloven. Want er moet iets gedaan worden. Iets belangrijks in deze wereld. Je moet een gast hier geven wat hij nodig heeft. Kijk, dan ben je uit jezelf weggetrokken. En dan heb je je land in geestelijke zin en je familie in geestelijke zin achter je gelaten. Zegt Jezus het niet bijna op dezelfde manier? Wie vader of moeder lief heeft boven mij is mij niet waardig. Was dat geen aanstoot toen u dat las? Een ergernis? Hij meent het toch niet echt? Op deze manier meent hij het. Het is vanzelfsprekend dat je zorgt voor je vader, je moeder, je broer, je zuster, je kinderen. Natuurlijk zorg je daarvoor. Het wordt pas bijzonder, het wordt pas Gods weg, als je die zorg ook uitstrekt naar die vreemde mannen, die vreemde vrouw, die rare vrouw. Met een andere huidskleur en een ander gedrag en een andere taal. Als je gastvrij bent tegenover hen, dat telt. Dat is de weg die de Heere zelf in dit leven gaat. Dat is de weg van Abraham. En daartoe zijn wij geroepen. Amen. Dank voor het luisteren naar Beit Ahavat Torah. Graag tot ziens.